welkom bij alweer de derde aflevering van Toetlaar. Het is een prachtige, zonnige zomerse dag. En wat past daar nu beter bij dan een buitententoonstelling van de beelden van de Spaans-Catalaanse kunstenaar Joan Miró. Deze tentoonstelling is alweer de derde tentoonstelling die in de zomer door het Rijksmuseum in de tuinen wordt georganiseerd. Want in 2013 was hier de prachtige tentoonstelling van de beelden van Henry Moore te zien. En vorig jaar, 2014, was het de beurt aan Alexander Calder. Ik stel voor dat ik u meeneem de tuinen in om al het prachtigs daar te gaan aanschouwen. Miró is bij de meeste mensen vooral bekend als een surrealistische schilder. Hij begon hiermee al op zeer jonge leeftijd, want met 7 jaar volgde hij al zijn eerste tekenlessen. Naast tekenlessen moest hij echter van zijn vader ook een officiële opleiding volgen waarmee hij een vak kon leren. Zo volgde hij een handelsopleiding. Op zich opmerkelijk dat zijn vader zo tegen zijn creativiteit was, want ook zijn vader zelf had een artistiek beroep. Hij was namelijk goudsmid. Miró aanvaardt een baan als kantoorklerk, maar wordt daar niet echt gelukkig van. Het leidt zelfs tot een zenuwinzinking. Dat is voor hem echter wel het moment om definitief te kiezen voor de kunst. Hij besluit om echt een professioneel kunstenaar te worden. In 1920 verhuist Miró naar Parijs, wat op dat moment het centrum van de kunstwereld is. In Parijs ontmoet hij diverse beroemde kunstenaars met wie hij ook vriendschappen sluit. Zo sluit hij onder meer vriendschap met zijn bekende landgenoot Picasso. In 1925 ontmoet Miró ook de bekende kunstenaar André Breton, met wie hij goed bevriend raakt. Breton was de oprichter van het surrealisme en door hem komt Miró ook in deze kring terecht. Toch sluit hij zich nooit officieel bij de surrealisten aan. Wel noemde Breton Miró de grootste surrealist ooit. Pas na zijn 40ste begint Miró ook met het creëren van beelden. Hij maakt daarin onderscheid tussen twee verschillende soorten beelden. Ten eerste de assemblagetechniek, waarvan we hier een voorbeeld zien, opgebouwd uit gevonden voorwerpen die hij tijdens zijn wandelingen tegenkomt. En ten tweede wat meer traditionele beelden die hij zelf uit vormen opbouwt. Voor materiaal maakt hij vooral gebruik van brons en in totaal maakt hij meer dan 400 beelden. Hier in de tuin van het Rijksmuseum zijn momenteel 21 van zijn beelden te zien. Wat zeer uniek is, want het is de eerste beeldententoonstelling van Miró in Nederland. De meer traditionele manier van beeldhouwen zien we in het beeld dat hier vlak achter mij staat. Van debout, oftewel de staande vrouw. Voor de staande vrouw heeft Miró zich laten inspireren door onder andere oude afgodsbeelden van vruchtbaarheidsgodinnen. Denk bijvoorbeeld aan de Venus van Willendorf. Dat wil zeggen dat hij de vrouwelijke elementen extra benadrukt, dus veel ronde vormen. Maar hij heeft er ook een surrealistisch vervreemdingseffect in gestopt. Want hoewel hij het staande vrouw noemt, zien we toch ook duidelijk vogelfiguren hierin terug. Een ander voorbeeld van de assemblagetechniek zien we hier in het beeld achter mij. Personage uit 1967. De inspiratie voor personage vond Miró in het Catalaanse landschap waarin hij opgroeide. Zijn ouders hadden weliswaar een huis in Barcelona waar hij is opgegroeid, maar zij hadden ook een boerderij op het platteland waar Miró ook regelmatig te vinden was en waar hij zeer dierbare herinneringen aan koesterde. Als we kijken naar de gevonden voorwerpen die hij in het beeld heeft gebruikt, dan zien we daar ook typische elementen uit het boerenleven in. Als we bedenken dat het een mensfiguur is, dan zien we dat de haren bestaan uit een deel van een hooivork en dat het gezicht bestaat uit bijvoorbeeld het deksel van een graanton. Allerlei elementen die hij vond tijdens zijn wandelingen in Catalonië. Uiteindelijk heeft hij daar een basisvorm in gemaakt om deze vervolgens later in brons te gieten en te beschilderen met ripolin. Een zeer opmerkelijke keuze omdat deze verfsoort vooral gebruikt werd voor het beschilderen van woningen. Leuk detail voor ons Nederlanders is dat ripolin een typisch Nederlands product is, want de fabriek daarvan stond in Hilversum. In 1946 creëerde Miró zijn eerste bronzen beelden. Een van zijn eerste voorbeelden was de zogenaamde oiseau solaire, de zonnevogel. Even later gevolgd door de tegenhanger,
de l'oiseau lunaire, de maanvogel, waarvan ook een voorbeeld in de tuinen hier te vinden is. Deze bronzen beelden creëerde Miró in hun oorspronkelijke vorm in klei, met de hand gevormd. En hij ging daarbij ook uit van weer een soort surrealistische vorm. We zien namelijk dat de zonnevogel niet direct als vogel te herkennen is, maar eerder een soort langgerekte vorm met daarop een soort van kleine vogelvleugels die daarop zitten. We zien dat Miró ook hier dus speelt met vormen en ons als toeschouwer eigenlijk een beetje op het verkeerde been wil zetten, maar ons ook extra bewust wil laten kijken naar de vormen die hij heeft gecreëerd. Het is dus duidelijk een spel met de toeschouwer. Naast de zonnevogel creëerde Miró ook de maanvogel, de l'oiseau lunaire. Deze l'oiseau lunaire die u hier ziet, creëerde hij in 1966, alleen niet op het formaat waarop u het hier ziet. De oorspronkelijke maanvogel was aanzienlijk kleiner. In de loop der jaren heeft Miró er verschillende varianten van gemaakt, in verschillende materialen en in verschillende hoogtes. Het exemplaar dat u hier ziet is het grootste, met bijna 4 meter hoogte. Bijzonder is dat het nu voor het eerst is dat dit beeld van Miró überhaupt op een tentoonstelling te zien is. Een unieke kans dus om dit werk van Miró te zien. Hier achter mij zien we het beeld Personnage Gothique Oiseau Éclair. Oftewel het gotische personage en de bliksemvogel. Ook dit beeld heeft een vervreemdend effect over zich omdat Miró weer gebruik heeft gemaakt van gevonden voorwerpen. En deze gevonden voorwerpen heeft hij ten opzichte van elkaar ook nog eens vergroot of verkleind. Als uitgangspunt heeft hij een hoedendoos gebruikt en een ezelsjuk. Met name het ezelsjuk roept de suggestie op van gotische vormen. Het doet immers denken aan een spitsboograam. De gotische vorm zal Miró heel goed gekend hebben omdat hij opgroeide in het gotische kwartier van Barcelona, de Barri Gòtic. Een leuk extra detail is de bliksemvogel die bovenop de hoedendoos zit. Hij is nog net aan herkenbaar als een vogel en het lijkt wel alsof hij alvast in opwachting zit van de vele duivenvrienden die ongetwijfeld hem de komende weken gezelschap zullen houden. We staan hier bij het bronzen beeld van Oiseau dat Miró in 1982, een jaar voor zijn dood op 90-jarige leeftijd, maakte. Hij combineert hier twee van zijn favoriete onderwerpen, de vrouw en de vogelfiguur. Hoewel hij dit specifieke beeld pas in 1982 maakte, is het ontwerp al veel ouder. 20 jaar eerder maakte hij namelijk al een variant in keramiek. In tegenstelling tot de meeste beelden van Miró laten de vormen zich in dit geval wat gemakkelijker duiden. We zien de cilindervorm die naar boven wat steeds wijder uitloopt. Daarin is de vrouwfiguur te herkennen. En ook de vogel laat zich vrij gemakkelijk raden. Dat is namelijk de basale vorm die zich bovenop het hoofd van de vrouw bevindt.